Welkom bij aflevering 3 in 2020 van Betaal TV. Dit is een tussendoortje om te laten zien hoe het met het betalingsverkeer gaat ten tijde van de coronacrisis. In de steden is de vulgraad nog niet wat die hoort te zijn. Maar in ieder geval de lege schappen, dat hebben we achter ons gelaten. Het betalingsverkeer zelf gaat het goed mee. Dus de systemen zijn stabiel. We verwerken de transacties zonder problemen. We zien wel een verandering in het soort transacties en de aantallen transacties. Alle processoren, alle banken, al die computercentra, al die processing centers, dat werkt natuurlijk met gescheiden ploegen. Om dat allemaal draaiende te houden. Zolang dat draaiend gehouden kan worden, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, zal het betalen vermoedelijk het probleem niet zijn. We zien een structurele afname van betalingen. Wel verschuiving zie je van meer offline naar online betalingen. Maar we kunnen niet ontkennen dat er structureel natuurlijk een afname is wereldwijd. Heb jij gezien met corona dat er weer ingespeeld werd op de activiteit? Ja, die criminelen die hebben wat dat betreft echt geen scrupules hoor. Inmiddels zijn al de limieten verhoogd voor alle 400.000 bij ons aangesloten terminals. Je hoeft geen nieuwe bankpas aan te vragen. Je hoeft niet de instellingen van internetbankieren aan te passen. Je hoeft niet een nieuwe mobiele app te installeren. Je hoeft je ook niet de instellingen van aan te passen. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Het gaat helemaal automatisch. Er was even wat misverstand over, volgens mij ook vorige week, dat er een soort van verbod op contant geld zou zijn. En dat was het natuurlijk niet, hè, maar de preferred is natuurlijk om te pinnen, omdat dat het meest hygiënische is, zeg maar. Maar ja, mensen die per se moeten, omdat ze misschien niet anders kunnen, uiteindelijk zullen die natuurlijk ook contant moeten kunnen betalen. Winkels die op vervoerslocaties zitten, zoals bijvoorbeeld Schiphol of de NS, daar zie je de omzet helemaal wegvallen. Er is nu veel meer druk op de winkels, want alles wat anders in de horeca wordt gegeten en gedronken, wordt nu via de winkels gekocht en moeten de winkels leveren. Stay safe en tot de volgende keer.